IJsbereiders en verkopers geven dinsdag acte de présence op de IJsvak 2011. Een van hen is Edwin van S. uit Rijsbergen van IJssalon Bon Appetit. Maandag was hij al volop bezig met de voorbereidingen voor het maken van ambachtelijk ijs. Ja, we gaan gelijk aan de slag, anders we gaan een beetje proefdraaien voor het pistasijs. Ja, pistasijs. Want er zijn twee competities waar je aan meedoet. Ja, er zijn twee competities. De ene is de ijspatel, dat is de opdracht pistasijs. Ja. En de tweede is een ijscreatie, ja, de mooiste koep. De pistas zit er al in, hè, in die emmer? De pistas er al in. En dan gaan we vermengen met de melk. De mix is klaar nu? Ja, de mix is helemaal gemixt. Ja. En nu? Nu gaat hij de ijsmachine in en dan gaan we een mooi ijs van draaien. Ik heb nu ongeveer een minuutje of vijf ingezeten. We hebben gisteren de melkmix opgezet, die moet een nachtje rijpen. Dan komt het volle van smaak. Dit is een vrucht van een cactus, hè? Dat is een vrucht van de cactus. Heel apart, een beetje kinky. Ja. En daar ga je ijs van maken? Ja, moet je hem eerst van tevoren even proeven? Ja, ik weet ook niet hoe dat smaakt. Zul ik er een beetje uit? Ja. Beetje als kiwi, beetje komkommerachtig. Kiwi, komkommerachtig, een beetje. Ja. Hoe dat het nou direct als ijs smaakt, dat vraag ik me af. Nog veel beter. Ja? Ja. Nou, ben benieuwd. Nu moet het weer gemengd worden, denk ik. Nou wordt het helemaal weer gemengd. Nou zijn de fruitstukken zijn nog grof. En die gaan we helemaal fijn hakken. Dat is dunner als toen net het pistas ijs, hè? Hij ziet er heel mooi uit. Even proeven. Ja, want ik had toen net. Ja, de vrucht. De vrucht, daar ben ik wel benieuwd hoe dat het als ijs smaakt. Zal ik hem aangeven? Ja. Apart, hè? Apart. Ik vind het wel lekker dat die pitjes erin zitten, ja, moet ik zeggen. Jij noemt dat kinky, hè, geloof ik? Ja, ik vind het een beetje. Ja, kattenijs is een beetje kinky. Ja, ik kan het heel moeilijk omschrijven hoe dat smaakt, hoor. En toch een beetje kiwi-achtig. Ja, een beetje. Maar subtropische vrucht. Ja, de verwachtingen zijn hoog gespannen. Ja, ik slaap vannacht slecht. Ik neem nog een klein schepje.